Annihilate. UAV, awaiting orders. It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een gloednieuwe Black Ops 3 video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag spelen we op een van mijn favoriete maps tot nu toe al in Black Ops 3, namelijk de map Combine. En we gaan spelen met de Razorback Submachine Gun, omdat het ding zo chill is met fucking stok, of quick draw, grip en long barrel. Want dat ding heeft no recoil. We gaan gewoon kijken natuurlijk of we een chill score kunnen gaan neerzetten. Speel met de strips UAV, counter UAV en de reps. En natuurlijk als specialist de enige echte annihilator of annihilator. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ga ik ook nog niet goed kunnen doen waarschijnlijk. En daar is kill nummer 1 al. Longshot, heerlijk is dat natuurlijk. En ja. Laat me maar vast je blauwe duimpje omhoog achter. Als deze video leuk vindt, ik hoop dat we de 75 likes kunnen gaan halen. Want ik weet dat jullie het kunnen. Ja, weg hier. Ga jij dan naar je teammate? Dus ik hoop dat we het kunnen halen. Het zou echt awesome zijn als we het wel kunnen halen een keer natuurlijk. Ik weet dat het veel likes zijn. Maar ik weet dat wij het kunnen natuurlijk, jongens. Anders zou ik het niet vragen. Ook ben gestunt. Even goed opletten nu waar ze komen. Misschien in mijn rug. Ze gaan in mijn rug spannen. Ja, spannen in mijn rug. Doe thirsty, let's go. Oh, thanks mate, thanks. In mijn rug. Ah, nee. Jammer, man. We hadden wel even een streakje hier kunnen gaan zetten. Maar ik heb natuurlijk mijn UV, mijn counter UV. Dus de enemies hebben geen minimap meer. En wij zien natuurlijk waar de enemies lopen. Want natuurlijk gewoon logisch is bij de UAV. Oké, hij is ook down. Hij is gekilled. Snel reloaden. Zo, ik heb mijn annihilator. Er zit één boven me. Nee, ik verneuk mijn annihilator. Kut! Daar heb ik steeds, jongen. Ik verneuk dat ding al, maar ook echt fucking altijd gewoon. Ik heb roep dat ding in en dan schiet ik misschien één keer raak. Oh, hij ligt daar. Wauw, goede campspot houden. Ik ga niet challengen, ik ga gewoon omlopen. Ah, lekker teammate. Let's go. Double kill. Oh nee, kut. Ik had al gehoopt dat hij weak was. Daarom gaf ik hem een stoot. Het is niet meer echt een knife. Het is meer een stoot met je wapen. Ah, jammer man. Dit is helemaal niet kut, dus, weet je. Want dan heeft hij weer een ARK. Of een ARK. Ik weet nog steeds niet precies wat de goede uitspraak ervan is. Want de ene zegt de ARK. En dan zegt die weer ARK. Dus ik hou wel gewoon op ARK. Want het... dat spreekt wat lekkerder. Oké, lekker. Timmet heeft de UAV. Kut. Krent te ver. Nee, jongen. Oh, wat een camper. Hij zat de hele tijd daar. Dus hij moeten we even pakken, jongens. Hem moeten we even serieus pakken. En jongens hebben nu UAV, dat is niet zo mooi. Hier, kut camper. Huppakee. Zo rekenen we natuurlijk met campers af. Holy shit. Hostile guardian in your AO. Let's go, nu gaat hij wel. Oh! Ik wou zeggen al wat beter, kan mijn UAV gewoon in. Let's go. Ik heb bijna mijn reps, nog 3 kills, of 4 kills ongeveer. Ik sta nu ook te campen, ik weet het. Teammate heeft hem. Nee, dan ga ik dood. Ah, jammer man. Er wordt tegelijkertijd ook allemaal fucking WhatsApp groepen geplukt. Omdat ik natuurlijk in mijn nieuwe klas zit.
Dat gaat over een paar dagen weer beginnen. Waarschijnlijk hebben jullie, als jullie deze video kijken, zit ik alweer op school. Dus ik heb nu nog vakantie in ieder geval. Maar ik word nu alweer zo te zien in een fucking klas-app gegooid. Ik zie gewoon mijn beeldschermpje helemaal verkleuren natuurlijk met groepsgesprek 3-1. Hij zit hier! Nee jongen, hij gaat terug in de tijd. Jongens, we staan wel 23-9, dus het gaat wel heerlijk jongens. We gaan dit wel als verliezen zo te zien. Mijn auto van me. Teammate pakken. Lekker teammate. Even niet waar ze staan. Oh, ik had me fucking geslamd. Hij gaat terug in de tijd. Die gozer gaat terug in de tijd. Kiekeboom. Oh, dat is wel jammer verloren. Maar 27-9 is ons uitkomen. Best wel een chill potje natuurlijk. Dus, mocht jullie genoten hebben van deze video, laat dan alsjeblieft je blauw duimpje omhoog achter. Dat helpt natuurlijk enorm. Ik hoop jullie ook te gaan zien bij de video van morgen. Dus jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ja, wat het potje was, is super chill natuurlijk. Maar, jongens, bedankt voor het kijken. En hopelijk tot morgen. Dus jongens, ik zie jullie bij een andere video. Laters.